ding werkt niet. Misschien weten wij niet hoe het werkt. Maar hoe moet je nou tegen zo'n ding zeggen? Zoek lei, zoek het goud. Zoek. Breng mij naar het goud. Emily, dat vergeet je te zeggen. Hoe kan zo'n ding nou werken als jij de hele tijd doorheen praat? Ach, dat is ook onzin. We gaan naar het zigeunermeisje. Vraag of ze wil helpen. Kom. Anna, je bent bij de pastoor geweest. Kan hij lopen? Hij is heel, heel zwak. Ik kan hem redden van het schavot, maar ik heb hulp nodig. Van mij? U heeft toch een bende? Ja, dat is inderdaad voorlopig de enige benaming voor mijn mannen. Een bende. Het is nog lang geen betrouwbaar leger. Wat wilt u dat ik doe? Ga direct naar de terechtstelling, naar dokter Kirchhoffs. Dokter Kirchhoffs? Als er een hekel aan de bokkenrijders heeft, is hij het wel. Als hij u ziet. Het zal nooit gebeuren, Anna. Hij doet het niet. Nog niet. Dat ding werkt ook helemaal niet. Het is geen ding. Het is een geest. Jouw eigen geest. Kom eens hier. Hou je handen zo. Wil je ons misschien helpen? Oh, oh. Gaat het, kerel? Heb je pijn? Ja, het gaat wel. Hieruit, is het niet? Pastoor zal het zwaar krijgen, dokter. Ik vrees dat er weinig aan te doen is. Een goede bende bokkenrijders. Die zou ze maatregelen nemen tegen de schout en dat soort tuig. Praat maar alsjeblieft niet over de bokkenrijders, Gerard. Dat is zelf geboefd en met weinig respect. Zonder de bokkenrijders zijn we overgeleverd aan de duivel, dokter. Met de bokkenrijders zijn we ook overgeleverd aan de duivel, Gerard. Hij neemt me mee. Mooi. Doe wat je voelt. Het is de duivel. Nee, Wolf. Het is de natuur. Zo vinden vogels hun nesten en bijen een honingraad. We moeten daarheen. Laten we teruggaan. We moeten nu niet opgeven, Wolf. Macht in de zit hier spoken. Het zijn alleen maar goede geesten. Die spoken zijn spoken. Als we het goud vinden, dan kunnen we de pastoor misschien redden. Kijk dan. Lei is hier in de buurt. Hij is hier geweest. Kort geleden. Laat zien. Kijk. Zoek. Lei. Ik moet het goud terug. Ik moet het goud teruggeven aan de schout. Anders maken ze de pastoor dood. Ik zal jou niet helpen als jij het goud teruggeeft. En het zal de pastoor niet redden. Dan zit je zelf ook gevangen. Maar hij kan de pastoor toch niet laten doodgaan? De pastoor overkomt niks. Laat dat nou eens aan mij over. Als ik gelijk heb, tenminste. Maar ik heb beloofd dat ik het goud aan de boeren zal geven. De boeren zullen niks tekort komen en Lotteke gaat naar de Witte Bergen. Dat heb ik beloofd. Maar jij moet geduld hebben. Lei, waar is het goud? Dat komt. Dat komt. Wat goud is, zal lood worden. En wat lood is, zal goud worden. Martin, kijk. Goud moet hier ergens zijn. Lei? Lei? Wolf, het is zover. Zie je wel, Lei zegt me wat. Ze gaan de pastoor doodmaken. We moeten het goud vinden. Nee, je moet naar de pastoor gaan. Dat is het beste. Vindt u het nu wel verstandig om de terechtstelling van de pastoor bij te wonen? De pastoor is geen vriend van mij. Ik heb soms de indruk dat hij meer bezig is met de gelovigen dan met God en de kerk. De burgers houden van hem. Ach, Joshua. Zal ons een hoop meningsverschillen besparen. En bij de dood van iemand van onze kerk
moet ik toch op zijn minst mijn rouw betuigen. Gaat het wel, broeders? Onze spieren zijn zwak door de vaste tijd in waarde. Ons lijden is niets vergeleken bij dat van hem die voor ons is gestorven. Amen. Een schavotje voor je klaarmaken. Ik zal voor je bidden, mijn zoon. Oh ja. Gaat u maar mee. Wij moeten op tijd in Aken zijn voor een paar onthoofdingjes. 17. Ja, 17. Dus ik wou graag mijn beulsloon vooruit hebben. Vooruit betalen? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Eerst werken en dan eten. Ja, maar als het dan maar wel snel gaat, heer Schout. Benieuwen. Wat? Of de zwarte kapitein komt. Dat lukt toch niet, hè? Hij zal in ieder geval niet rouwen om de dood van onze pastoor. Waar is het goud? Dus jullie zijn gekomen om de pastoor te zien sterven. Jullie weten toch dat hij sterft, omdat hij zwijgt. Zijn dood kan nog voorkomen worden. Ook nu nog. Singled. Ik heb boogschutters op de daken en gewapende mannen in alle huizen om het plein. Wie bent u? Ik ben de zwarte kapitein van de bokkenrijders.
genoeg. De rek van de sterkste, heer Schout. Ja, ik krijg ze nog wel. Waarde! Wat goed, hè? Pastoor, ze gaat wel. Lei had toch gelijk. Die Lei. En wat doen we nou? Eerst naar Aranka. Hij is er slecht aan toe. Ja, we moeten zo snel mogelijk naar dokter Kirchhoffs. Ja, ik ben er gek. Is het gemerkt? Hij is uit de poort gekomen. Waarom vallen weinig mensen? Er zou wel iets aan de hand geweest zijn op het plein. Kom. Maar Kirchhoffs gaat niet. Dat is veel te gevaarlijk. Hij is de enige die de pastoor kan redden. Vertik het. Theo, het is een bevel. Kom. Dus jullie hoeven helemaal niet weg. Niet zolang we kunnen optreden en spullen verkopen. Gelukkig. Anders gebeurt er vast een wonder. Net zoals in het raadsel van Lei, dat het lood goud wordt. Hebben jullie nu weer uitgehangen? Ik zoek jullie al uren. Driek is met de schapen weg. En alle wortels en uien moeten nog uit de grond voor de markt morgen. Ik ben bij de zigeuners geweest. Vertel over de pastoor. Ja, God hebben zijn ziel. Maar hij is toch gered door de bokkenrijders? Gered? Noem jij dat gered? Denk je dat je die ooit nog zal zien? Wat bedoelt u? Het zijn demonen. Zo uit de lucht te komen vallen. Ik wou dat die duivels hier wegbleven uit onze streek. Boer! Heer Waarde. Was jij niet in het klooster laatst? Ja. Ik wou u daar nog voor bedanken. Over 3 weken beginnen we in de mijn. Mijn beide zonen en ik. Dan is het jouw broer die mijn klok in reparatie heeft. Ja. Maar mijn broer is helaas onvindbaar. Martin, ga eens in de tingieterij kijken of die klok al klaar is. Dit is hem. Hak je gewicht horen erbij? Nee, die vast niet. Ah, mijn lieveling. Jongen, wees zo goed en breng hem even langs in het klooster, ja? Weet je wat? Ik zal de gewichten wel dragen. Kom maar hier. Kom, Hof. Help me even bij de groenten. Martin. En? Spoorloos. Ik weet dat ik hier moet komen. De pastoor. Ja, hij lag bij mijn achterdeur. Waar wilt u hem laten? Er is een plek hier in dit huis.
Mijn vader heeft zich daar ooit verborgen gehouden. Je weet dat hij gezocht werd omdat men dacht dat hij een bokrijder was. En was hij dat? Natuurlijk niet. Als de schouten van Noorten bent u leven niet zeker. Ach, geen mens kent deze kelder. Trouwens, niemand hoeft hier iets van te weten. En jij? Ik zal me niet verraden. Nee, nooit. Kent u de zwarte kapitein? Een historische figuur, niet? Was hij niet ooit de leider van de bokkenrijders? Hij zei me dat ik naar u toe moest gaan. Oh, hij moet al heel oud zijn. Het is ook niet dezelfde. Het is iemand die de vroegere zwarte kapitein heel, heel goed kende. Dat weet ik zeker. Ik keur die bendes niet goed. En als je boerderij bent kwijtgeraakt aan de keizerin van Oostenrijk, kan ik me best voorstellen dat er iets in je brandt. Geeft u de pastoor terug aan de zwarte kapitein? Waarom vraag je dat? De pastoor weet toch wie het goud gestolen heeft? De bokkenrijders zullen hem terug willen hebben. Ik heb met die zwarte kapitein niets te maken. Uilenbrok. Misschien een koekje? Nee, dank u. Wat is dit? Het is al goed zo, Joshua. U was zeker zeer verheugd dat uw pastoor gered is door die misdadiger. Geen zin, heer Schout. Het leek me anders. Dan leek u dat verkeerd. De pastoor was bepaald geen vriend van mij. Hij ageerde tegen zogeheten misstanden die, zo zei hij, door mij werden veroorzaakt. De kerk van Rome was al wat ons bond. Dus ik kan op uw steun rekenen? De wegen des heren zijn ondoorgrondelijk. Dit is het recht van de sterkste. Ik moet een daad stellen. En ik kan u daarbij van dienst zijn? De zigeuners. De zigeuners? Er zit een groep zigeuners op uw grondgebied. En u hebt ze beloofd dat ze daar kunnen blijven. Zigeuners zijn over het algemeen goede katholieken. Ik moet rust hebben en orde in deze streek. Dus u wilt de zigeuners verjagen? In ruil voor wat? Niet iedereen hier weet hoe het zit met de mijnen die u beheert. Ah, u zet mij onder druk. Dat had ik kunnen weten. Ik denk dat u van mij de nodige papieren moet hebben. Zeker u. Ik ben dat niet. Eén vraag. Waar is Lei? Ik weet het niet. Nee, pastoor. We hebben u niet voor niets gered. Lei loopt geen gevaar. We strijden voor dezelfde zaak. Maar hij heeft wel het goud uit de kerk gestolen. Met uw medewerking. Het was Lei niet.
Hier. Als het Lijn niet was, wie was het dan? Ik kan het niet zeggen. We zullen hem geen kwaad doen. Het was Martin. Hij zal het goud aan de boeren teruggeven. Het is een goede jongen. Martin. Maar we hebben toestemming om hier te staan. Nu niet meer. Ik heb het zelf gehoord. We kunnen hier niet weg. Mama Maria is ziek geworden. En als we niet kunnen optreden en geen spullen kunnen verkopen, hebben we geen geld om te reizen. Misschien kan Lij ons helpen. We waren allemaal erg onder de indruk. Maar wat hebben we nou bereikt? Hebben jullie al goud gezien? Nee. Waarom doen we dan niks? Waarom wil die zwarte kapitein niet dat wij die boerderij waar Lij woont onder handen nemen? We zouden toch terug gaan om die Lij te zoeken? Die moet het goud hebben. Waarom gaan we dan niet terug? Dat die kapitein niet wil dat wij het goud vinden. Wat? Volgens mij speelt hij onder één hoedje met die tinnengieter. Van Brakel. De pastoor is vrij. Joed. En het goud, dat komt als jullie het verdiend hebben. Theo, Gerard. Ik had maar twee man nodig. Bij de bevrijding van de pastoor. Meer niet. Meer hulp zal ik dus ook niet nodig hebben. Bij het vinden van het goud. Waarom zou ik het dan met jullie delen? Omdat jullie mijn mannen zijn. En die boerderij waar Lij woont? Morgenavond. Ik heb een opdracht voor je. Graag. De jongste zoon van Kremers, Martin, hou hem in de gaten. Morgen ga ik er wel in. Niet morgen. Nu. Verlies hem niet uit het oog.